De 16-jarige leerling Shenifa Emmanuels van de scholengemeenschap Nikeri heeft gisteren haar eigen leven genomen. Ze was alleen thuis. Het motief van Shenifa's daad is nog onbekend. Docenten van SGN Nikeri vertellen aan de ATV-redactie dat ze bekend staat als een vlijtige leerling. Zij was zelfs aangesteld als klassevertegenwoordiger. De directie van de school heeft terstond acties ondernomen om alle leerlingen van de klas die aangeslagen zijn psychisch te laten begeleiden. Op school, op social media wordt geschokt gereageerd op dit drama. Shenifa wordt morgen gecremeerd. De vorige maand voltrok zich ook zo een drama op de Hendrikschool, waarbij de 14-jarige Iraisha Confalius zichzelf verhing.